Sebo, wat is het gênantste wat je mama ooit deed? Dat is de bewaking doen in het zesde leerjaar op de speelplaats. En toen stond letterlijk heel de speelplaats rond mijn mama. En ja. Ik stond dus alleen met een paar van mijn vrienden. En de rest stond allemaal rond mijn mama. Ja, dat had ik even verkeerd ingeschat. Ik doe zo veel mee lezen. Ik ben zo een oude leesmama en zo. Ja? En een oppasmama. En ik ben zo mee, ik kende dat, zo te helpen voor het school. En maar op de luchtschool was dat oké, maar toen was dat... Ja, de luchtschool is oké, maar toen werd die... was het laatste leerjaar zeker? Ja, toen was ik naar het internaat gegaan. Ja, dat was toen de eerste keer. Denk, hoe meer ik hem kan zien, hoe beter dat doen. Dus ik pak dat aan. Ik zeg, ja, ik kon dat wel doen, hè, de meerbewaking. Ja, mannetjes. Even verkeerd ingeschat. Al die kinderen, ik denk echt waar, letterlijk heel die speelplaats hier rond mij, voor handtekeningen. En ik zag zijn gezicht zo van, meen je deze? Nu ook al op mijn school, of wat? Ja. Ja. Dus dat gaan we dus niet meer doen, hè? Nee. Nee.